Patrick Berghuis van Getwork in Dronten. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn op zoek naar iemand zoals Bastiaan. Ja, een productiemedewerker. Heel goed. Een echte. Ja. Een echte. Ja, en dan valt hij af, helaas. Nee. Juist dan ben ik heel goed. Waar zijn jullie nou op zoek? Nou, we zijn voor een bedrijf in Dronten. Zoek naar een productiemedewerker. Of één, drie, vier productiemedewerkers. Zo. Ja, zijn weer aardig. Ik denk dat één al heel lastig is. Ja, maar ga door. Weet je het niet. Productiemedewerker. Ja, in Dronten. Salaris €12,30 per uur. Dat is ongeacht leeftijd ook. Dus als je daar, je moet wel 18 zijn om daar te komen. Want je werkt met wat machines. Soms kan het ook wat zwaarder zijn. Dus dan wordt het wel gevraagd. 18 plus. Zij zijn een fabrikant eigenlijk voor de farmaceutische industrie. Zij maken eigenlijk coolboxen. En daar gaan organen in of wat dan ook. Dus het kan van klein tot groot. En dat wordt verscheept over de hele wereld. Die dingen moeten natuurlijk ook koel gehouden worden. Dus er gaat eigenlijk een soort substantie gaat daar in die dozen. En dat maken ze dus daar. Dat wordt onder grote druk wordt dat in bepaalde mallen gespoten. Nou, wat ik al zei, dat kan van klein tot groot. En dat gaat eigenlijk de hele wereld over. Oké. Ja. Dus het is het maken van verpakkingen. Ja, zo eigenlijk kan je het zien. Ja, echte coolboxen zijn het. Ja. Oké. Per wanneer? Nu? Gisteren? Gisteren. Natuurlijk. Ja, vorige week, vorige maand, vorig jaar misschien ook wel. Ja. Wat voor diensten zijn het? Is het gewoon 9 tot 5 of zijn het ook groepen? Nee, het zijn geen ploegendiensten. Van 7 tot 5:30. Dus in principe is het wat vroeger beginnen, maar je bent ook gewoon weer lekker vroeg klaar. Mm-hmm. Zou ik zeggen, geen ploegen. Het is echt gewoon ook voor langere tijd. 40 uur in de week. Bijgeschikt word je gewoon overgenomen. Hangt gewoon een contract aan vast. Je krijgt ook reiskostenvergoeding. Ook al woon je naast de deur, maakt we hun niet uit. Het is allemaal 19 cent per kilometer wat wordt betaald. Dus dat is netjes. Ja, zeker. Ja. Okay. Dat hoor je niet altijd. Wat voor bedrijf? Een groot bedrijf, klein bedrijf? Werken met veel of weinig mensen? Ja, het is wel een redelijk groot bedrijf. Ze hebben de productieafdeling hebben ze in Dronten staan. Ze hebben ook nog een soort van fabriekachtig hebben ze in Lelystad staan. En er staat nog een hoofdkantoor, staat volgens mij ergens in het noorden van het land. Dus het is zeker wel een groot bedrijf. Ik denk in Dronten, ik denk dat je wel tussen de 30, 50 man moet je wel denken wat daar werkt. Oh ja, dat is een groot bedrijf. Ja. Zeker. En secundaire arbeidsvoorwaarden, vakantiegeld natuurlijk. Maar er zit misschien ook nog de 13e maand uitkering of zo bij? Nee, die zitten er niet bij. Nee, het is echt beperkt tot 12:30 uur. En die reiskostenvergoeding die eigenlijk iedereen ook krijgt. Ja. En, pensioenopbouw? Pensioen zeker. Ja, voor ons, eerst via ons. Als je dan krijg je na 8 weken, wordt pensioen al opgebouwd. Wellicht dat het in januari gaat veranderen. Die wetgeving weet ik nog niet helemaal. Maar dan zou je misschien gelijk al pensioen op gaan bouwen. Ja, en als je wordt overgenomen door hun, dan zit er vaak ook gewoon een vast contract aan vast. En dan loopt het allemaal weer lekker door. Maar eerst via jullie, is daar een bepaalde periode voor? Ja, we hebben een aantal uren hebben wij afgesproken. Inderdaad met de opdrachtgever. Nou, wanneer die worden gemaakt. En dat daar ben je al redelijk snel op helemaal. Omdat je eigenlijk verwacht wordt om 40 uur te werken. Dan kan je gewoon gratis en voor niets worden overgenomen. En dan kom je bij hun op de loonlijst. Oké. Snel contact met jullie maar opnemen dan. Hè, als je de baan leuk lijkt ook. Ja, heel graag. De site staat ook bij ons op de site. En ook op onze Facebookpagina. Daar kan je eventjes op doorlinken ook. Ja. Dus zit je erom verlegen? Of heb je zin in een leuke baan? Snel contact opnemen met Getwork in Dronten. Patrick, dankjewel. Tot de volgende keer. Helemaal goed. Doeg. Ziens.